Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een hele leuke oefening met je doornemen, namelijk de straight arm plank met shoulder taps. De straight arm plank is ook wel de beginpositie van een push-up. Wanneer je deze zou doen, alleen al de straight arm plank, is het al heel goed voor je core spieren, want je moet je buikspieren aanspannen en wordt je core daar al heel wat sterker van. We gaan hem nu wat zwaarder maken, namelijk de straight arm plank, want we gaan er shoulder taps bij doen. En shoulder taps zijn eigenlijk alleen heel simpel dit. Ik ga hem zo natuurlijk voordoen voor je. Ik doe een lichtere variatie en een zwaardere variatie. Neem deze oefening gewoon een keer mee in jouw workout. En dan weet ik zeker dat wanneer je dit in een set sessie gaat doen, je deze oefening best pittig zult gaan vinden. Oké, laten we snel gaan starten met de straight arm plank met shoulder taps. Oké, ik zal eerst de lichtere variatie voor je gaan bespreken. En dat is op de knieën. We gaan op de knieën, handen onder mijn schouders. En ik ga mijn lichaam proberen recht te maken. Op deze manier span ik ook nog de buikspieren aan. En je zult merken dat dit al... na 30 tot 60 seconden al best pittig is. We gaan hem nu iets uitbreiden. Dus span die buikspieren aan en we gaan de schouders aanraken. Op deze manier. Dit was de simpele variatie of de wat lichtere variant. Nu gaan we de zwaardere variant doen. En dat is natuurlijk de straight arm plank op de tenen. Je lichaam recht, dus niet zo. En niet zo. Handen onder mijn schouders. En ook hier gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En span die buikspieren aan. En dat is belangrijk. Dit was de straight arm plank met shoulder taps. Neem hem even mee in jouw workout. En je zal merken wat ik bedoel. Tot de volgende keer weer bij een nieuwe video.